Ik heb nu zo'n jaar lang in de raad verkeerd als verslaggever van het programma Rechtstreeks uit de Raad. En je zag in het afgelopen jaar een steeds grotere spanning ontstaan richting de verkiezingen die gaan plaatsvinden op 19 maart. En ik was ook in volle spanning van het grote gemeenteraadsverkiezingsdebat wat vanavond heeft plaatsgevonden. Ik ben aanwezig geweest en ja, ik wil u gewoon eens mijn eerste eigen indruk geven. Laat ik om te beginnen zeggen dat ik enorm blij verrast was. Ik vond het goed georganiseerd, goede thema's, goede kandidaten, heel goed bevraagd. Iedereen kwam gelijkmatig aan bod en kon ook wel zijn ei kwijt. Uitstekend geleid door Thijs Blom. Wat wel altijd moeilijk is bij gemeenteraadsverkiezingen ten opzichte van bijvoorbeeld de landelijke politiek, is dat niet elk thema altijd ook echt lokaal is. En dan is het dus heel erg moeilijk om een goede afweging te maken van welke onderwerpen kun je tot in welke mate bespreken. En wat me opviel was dat de keuze daarin ook door de lokale politici heel goed werd gemaakt. Ik ga geen oordeel uitspreken over wie bijvoorbeeld de winnaar is van een debat. Ik geloof niet in winnaars van een debat. De winnaar van een debat is uiteindelijk het publiek, de luisteraar. Want u bent geïnformeerd en u heeft uw keuze nu bijvoorbeeld kunnen maken op welke kandidaat u denkt van nou, dat is echt wel iets voor mij. Verwacht ook niet van een debat dat je alle onderwerpen aan de orde kunt laten komen, want daarvoor zijn er domweg te veel onderwerpen in de gemeente en die kun je natuurlijk niet allemaal in een debat bespreken. Ik was erg positief. Ik moet ook zeggen dat ik eigenlijk alle kandidaten zo goed uit hun woorden vond komen, dat ik zelf nog niet echt een idee heb wat ik in het stemhokje ga doen morgen. Ik wil eigenlijk wel van het publiek hier in de zaal weten of zij mijn mening over het welslagen van dit debat kunnen delen. Nou, er staan nog een paar mensen hier in de zaal en daar ga ik eens even mee praten. Ik had u verwacht, maar de heer Heikoop stond op uw plaats. Ja, we zijn een duo-lijsttrekker. En we hebben een aantal debatten met elkaar verdeeld. En dit debat heeft hij in feite tot zich genomen. En ik denk ook dat het goed is dat hij gedaan heeft. Hij heeft het ook goed gedaan. Goed een profiel neergezet met veiligheid, waar we genuanceerd in zitten. En voor de sporten thema's gemaakt die actueel zijn, waar het CDA in feite ook zijn eigen positie neemt. Bent u zelf ook tevreden? Ja, ik vond het wel aardig. Ik bedoel, als ik zo zie, dan zag ik wel dat de SP aardig zijn podium pakte. Die waren nadrukkelijk aan het woord en toch ook wel weer jammer genoeg vaak toch naar de landelijke thema's toe. Dat vond ik eigenlijk wel jammer. Maar verder heeft iedereen volgens mij zijn eigen verhaal kunnen geven. Er is ook een stemming, of tenminste een poll geweest. Daarin stijgt de SP met stip en komt zelfs met 4 zetels, mogelijk bij 5 zelfs in de raad. Ja. Verbaast jullie dat? Nou, zelf rekenen we op 3-4 en met een uitschieter naar 5. Maar ja, het is slechts een poll. Het is slechts een poll. Volgende week is de echte uitslag natuurlijk. En daar gaat het om. Ja. De poll die 300 mensen hebben die uitgebracht. Nemen jullie die serieus of denken jullie dat het beter kan? Want het was wel een duikeling. Ja, dan kijk ik wel van inderdaad, het is maar een poll. Maar dit geeft wel aan wat het gevaar is en waar de kiezers wel heel erg op moeten gaan letten. Want dit college heeft ook namens de VVD toch een vrij rechtsbeleid gevoerd. De kans die nu bestaat is dat als een SP en een PvdA inderdaad ook groot worden, dat je dadelijk naar de linkerkant gaat. Dat betekent dadelijk meer OZB gaan betalen, minder aandacht voor veiligheid. En volgens mij zit de Dutch burger daar niet op te wachten. Dus wat dat betreft nemen we dat wel even mee. Henk Tazelaar heeft met vuur en vlam het debat gevoerd namens de Verenigde Seniorenpartij. Vonden jullie dat hij het goed heeft gedaan? Ik vond dat hij het uitstekend gedaan heeft. Hij heeft goed aangegeven waar we voor staan, wat onze zorgpunten zijn en met name wat er dadelijk allemaal op de gemeentes afkomt. Wat betreft de zorg, ja, dat is gewoon een groot probleem wat er gaat komen. Ik denk ook dat het voor het komend college, dit college het zwaarste gaat krijgen. Omdat de bezuinigingen die er nu aan gaan komen, de ouderen zo ongelooflijk gaan treffen. En ik denk dat hij dat goed verwoord heeft vanavond. Cor van Verk namens de Partij van de Arbeid stond ook zijn mannetje. Wat vonden jullie zelf van zijn optreden?
Ik vond dat Cor van Verk het hartstikke goed deed en dat hij het sociale en het sterke van Dordrecht goed naar voren bracht. Nou, je zei het debat was heel genuanceerd en dat was het ook. En daardoor was het misschien ook wel een beetje kabbelend. Maar ik was blij dat de twee punten die ik zelf belangrijk vind bij de PvdA. Nou, dat is dan toch de zorg, hoe klassiek ook. En tegelijkertijd ook de inspraak voor de burgers. Dat kwam er, vond ik, goed uit en daar was ik blij mee om dat te horen. Ik vind dat je het uitstekend hebt gedaan. Dankjewel. Hoe vond je het zelf? Ja, ik had het toch liever wat levendiger gehad. Maar ja, goed, het is wel zo, die mensen die er staan, die moeten het maken. Ik kan het alleen maar aangeven. En ik ga me wel afvragen nog als ik het teruggezien heb, of ik het wel goed heb aangegeven. Want ja, ik denk altijd, er is meer naar te halen. Er moet kabaal gekrakeel zijn. Een debat is dat men elkaar in de haren vliegt. En ja, dat gebeurde niet constant. En ja, dat is toch het ideale beeld. En daar moet je naar blijven streven. Je moet nooit blij zijn met een zesje of een zeven. Je moet echt voor 8 of meer willen gaan. Ik hoor wel eens zeggen dat ik dingen zo positief oppak altijd. En denk van dat het in de politiek allemaal zo goed gaat. En dat iedereen zo hard werkt. En dat doe ik omdat ik dat ook echt vind. De gemeenteraadsverkiezingen zijn er weer. Daarna 39 mensen die namens de hele stad besluiten gaan nemen, mee gaan denken over beleid. En dat is toch een inspanning die we allemaal zouden moeten waarderen. Wat u kan doen is woensdag op de dag ergens naar een stemlokaal gaan en uw stem uitbrengen op een van de kandidaten. En dan doet u ook uw plicht. Ik ga nu naar huis, blij van wat ik allemaal heb meegemaakt.